staat naam. Welkom, een korte video om je wat uitleg te geven over zitten tijdens mediteren. Want komend weekend hebben we tijdens het Kundalini Yoga Festival in Nederland een speciale meditatiedag georganiseerd, de Aquarian Tantric Meditation Circle, waarbij je dus de hele dag mediteert. Niet aan één stuk door, het zijn meditaties van 11 minuten tot ongeveer een uur. Maar als je het niet gewend bent, kan dat zitten best een dingetje zijn. Weet ik ook uit ervaring. En dan denk je misschien niet direct aan je rug, maar wel aan je heupen en aan je knieën, misschien je enkels. En ga altijd op een meditatiekussen zitten. Daar wil ik graag mee beginnen. Want hoe flexibel je ook bent en hoe ervaren yogi je ook bent, een hele dag zitten is gewoon beter als je dat met wat padding, wat kussen onder je zitbeentjes doet. En die zitbeentjes, dat is waar je op gaat zitten. En veel mensen gaan zitten meer op hun stuitje, want onze auto's en onze eetkamerstoelen zijn allemaal gemaakt zodat je er een beetje in kan hangen. En eigenlijk is dat niet goed. Dat is niet de manier waarop we horen te zitten. En wat je, ik doe het eigenlijk al een paar keer terwijl ik praat. Wat je krijgt dus als je zo achterover zit, is dat je rug rond wordt en je eigenlijk een soort C-vorm krijgt van je rug. Maar je wil de natuurlijke vorm van je rug wil je stimuleren. En dat is een S-vorm. En als je dan op je zitbeentjes gaat zitten, echt die knobbeltjes onder je billen, dan kantelt je bekken iets en dan kom je vanzelf wat meer rechtop. En die rechtophouding is niet je rug recht, want dat is die niet. Maar wel opgericht in die natuurlijke vorm, zodat de energie langs en door je wervelkolom kan stromen tijdens die meditaties. Dus die S-vorm van je rug wil je benadrukken. Ik zit nu op de grond, maar ik zit eigenlijk nooit op de grond. Want door de yoga-beoefening ben ik wel iets soepeler geworden, maar mijn knieën komen nog steeds niet op de grond. En dat is eigenlijk wel wat je wil. Dus ik gebruik een laag meditatiekussen. En dan zit je er niet op, maar je rolt er eigenlijk een beetje van af, zodat je op de voorkant zit van dat kussen. Kijk, ik wiebel altijd een beetje naar voren. En dan liggen je onderbenen en je knieën liggen op de grond. Dat is wat je graag wil. Namelijk dat je kan ontspannen in je bovenbenen en vooral heel belangrijk vanuit je heupen. Waar een hele belangrijke spier zit die voor ontspanning zorgt. En ook ervoor zorgt als die ontspannen is dat je wat meer bij je gevoel kan komen. Dus het ontspannen van je benen in die houding is heel belangrijk. Deze houding waarin ik zit, is de houding waarin de meeste mensen mediteren. En deze noemen we de Burmese zithouding, waarbij je één voet met de hiel bij je kruis ongeveer legt en de andere voet ervoor en dan dus je benen richting de grond. Als je knieën nou niet zo richting de grond komen, maar nog iets meer omhoog blijven, leg er dan kussentjes onder. Dit zijn lage kussentjes, maar schroom niet om daar gewoon aan beide kanten 2 of 3 kussentjes onder te leggen, zodat je je benen vanuit je heupen of je knieën vanuit je heupen kan ontspannen. Dit is een basishouding voor de meeste mensen in het Westen. Je kan ook in een halve lotus gaan zitten, waarbij je dus je voet, één voet legt richting je lies op het andere bovenbeen. En sinds ik dit kan, dat is nog niet zo heel lang, maar sinds ik dit kan, voel ik wel dat ik stabieler zit tijdens het mediteren. Dus je rug is dan wat makkelijker in die natuurlijke houding. En je tilt je borst lichtjes op en je kin een klein beetje in. Sommige mensen doen hun hoofd naar voren, maar je houdt je kin net iets in. Mensen met multifocale brillen, glazen, die zijn ook gewend om zo te kijken. Die tillen hun hoofd nog een beetje op. Maar ook dat moet je niet doen. Dus probeer steeds in die ontspannen rechtop houding te komen. Ik kan hem niet voordoen, maar we hebben ook nog de hele lotus. Dat is dus dat je één voet in je lies hebt en die andere ook. En dan zit je natuurlijk helemaal stabiel. Er is nog een andere optie en wellicht, dat hoef je niet van tevoren te kiezen. Je kan ook tijdens de dag wisselen van houding en uiteraard tussendoor een beetje bewegen.
Maar de andere houding is, zoals we in de Kundalini yoga noemen, de rotshouding. En die kan je gewoon zittend op de grond doen. Misschien wil je dan nog iets dikkers, een dikker dekentje of zo onder je leggen. Je handen ontspannen op je benen, goed, of wat de mudra dan ook is. En dan kan je ook je rug ontspannen rechtop brengen. Dit geeft best wel wat spanning in je knieën, misschien ook in je voeten. En daarvoor kan je dan, als je een wat dikker meditatiekussen hebt, die kan je rechtop zetten, dus op zijn kant, tussen je voeten. En daar op zitten. Dat was deel 1. De dagen die ons nog resten tot het festival begint, het zijn er nog maar een paar, maar wellicht kan je nog wat oefeningen doen of voor een volgend jaar. Een van de oefeningen die je kan doen om je heupen wat los te maken is de vlinder. En daarvoor breng je je voetzolen tegen elkaar. Je handen breng je om je voeten of om je enkels. Zorg in ieder geval voor dat je rug lang is, je borst ruim. En dan ga je je knieën veren naar de grond. Je ademt naar je buik en je, die verende beweging van je knieën maak je vanuit je liezen. En dat doe je zolang als dat je het prettig vindt. Misschien een minuut of 3 maximaal. En dan breng je 1 been voor je uitgestrekt. Het andere been buig je. En breng je je armen om je been heen. Alsof je een babytje vasthoudt. Zo hou je je been vast. En ga je je been diep in het heupgewricht bewegen door je been te wiegen. En dan rond je dat af en doe je datzelfde met je andere been. En je zal wel direct verschil voelen in de ruimte van beweging tussen je linker en je rechterheup. En dan rond je dat ook af. En dan spreid je je benen ongeveer 45 graden. Als je veel verder kan, het hoeft niet verder. Het is echt de bedoeling dat het zo schuin voor je is. En leg je je handen net voorbij je knieën. En dan draai je je voeten naar buiten. En weer terug. En als je kan, als het lukt, breng je handen iets lager. En draai je voeten naar buiten. En weer terug. Probeer je benen gestrekt te houden. En je voeten echt naar buiten te laten draaien. En dan adem je even door terwijl je ze daar, je voeten naar buiten gedraaid, laat. En dan rol je ze weer terug. En dan ontspan je je onderrug even en je heupen door je knieën te buigen. Je voeten zo ongeveer zo breed als je matje uit elkaar. En dan laat je je knieën naar links en naar rechts vallen.
En dan doen we nog een oefening die de meeste van jullie wel kennen. En dat is eerst een paar keer de kat-koe. Dus inademen met je rug iets hol, je hoofd iets opgetild en uitademend maak je rug bol. En dan rond je dat af. En dan doen we nog zo'n oefening voor de heupen. Waarbij je je rechterknie naar je borst brengt. En dan je gebogen been naar buiten draait van je af. En dan naar achteren, omhoog achter je. En dan weer terug naar je borst. En zo cirkel je een paar keer door. En probeer echt in het heupgewricht te cirkelen. En dat betekent dat je heupen zoveel mogelijk parallel met de grond blijven. En als je namelijk je heup helemaal meeneemt omhoog, dan heb je wel veel meer ruimte om je been op te tillen. Maar dat is gewoon niet de oefening, want dan beweeg je een ander deel dan dat heupgewricht. Dus je draait een paar keer echt alleen met je been in de kom en met de kop van je heupgewricht. Ja, misschien kraakt het of knakt het een beetje. Vergeet niet door te ademen. Dan rond je dat af en ga je door met je andere been. En links eerst naar je borst en dan opzij en omhoog naar achter en weer door naar je borst. En dan rond je dat af, je knieën op de grond en adem een paar keer langzaam en diep in de child pose met je voorhoofd op de grond en je armen nu voor je uit. Een Guru Pranam heet deze houding met je handpalmen tegen elkaar. Adem langzaam en diep naar je buik en ontspan je onderrug. En dan kom je langzaam op een inademing rechtop. En dan zijn we aan het einde van deze korte serie oefeningen voor je heupen en je onderrug gekomen. Je kan de oefeningen doen zo lang als dat je wil, ter voorbereiding op zo'n lange zit. Maar wat belangrijk is dat je niet pusht. Je kan niet je knie omlaag duwen. Je kan niet maar blijven draaien om die heup ruimte te geven. Het is een kwestie van in zachtheid voelen en oefenen om ruimte te maken op het moment dat dat kan, dan voel je dat. En op het moment dat het, ja, dat het klopt, dan kan je dat ook doen zonder pijn en zonder blessures. Ik zie je naar uit hier te zien vrijdag, zaterdag, zondag. Sadnaam.